Ja, overheid saai. Dit was de titel van onze sessie een week of twee, drie geleden. Toen stonden we op Techorama hier in Kinopolis. Ik weet niet of dat mensen dat kennen. En het thema van die tweedaagse conferentie was jungle. Dus vandaar dat je dat terugziet. Ik had geen zin om hem helemaal om te bouwen. Maar ik ga je dus meenemen in onze cloudreis. Product owner cloud bij WeGoFrit. En dan is natuurlijk de vraag, wat is WeGoFrit? Kennen mensen WeGoFrit? Maar ja, oké, nou, kijk eens aan. Dat is mooi, want WeGoFrit die maakt al 15 jaar software voor de bijstand. En dat doen we voor de vier grote gemeentes van Nederland. Daarmee hebben we een derde van alle uitkeringsgerechtigden te pakken. Maar we doen veel meer dan dat, want we hebben ook coronasteun, TOZO, Oekraïne, leefgeld onlangs hebben we natuurlijk gedaan en energietoeslag. Dat zijn allemaal zaken die bij ons door de systemen gaan. En eigenlijk zijn wij dus heel goed in de juiste uitkering berekenen en op tijd betalen. Want bijvoorbeeld Oekraïne leefgeld, om een beeld te geven, die krijgen iedere dag een x-bedrag op hun rekening. En dat gaat dus allemaal door onze systemen. Nou, verder, als het goed is, gaat hij nu lopen, maar dan gaat het iets sneller. De Socrates-applicatie staat in de top 3 grootste applicaties van Nederland. 4 miljoen documenten per jaar, 7500 gebruikers. We hebben zo'n 30 releases. En nou, hier zie je alle wetgevingen dus voorbij komen. En de technieken die we gebruiken zitten nu vooral dus richting Azure, .NET Core, Blazor, App Gateway. Alles gaat 100% geautomatiseerd met pipelines. We hebben een techradar, 140 medewerkers. Nou goed, en dit is een soort promoplaatje, maar dan krijgen jullie een beetje een beeld wat WeGoFrit inhoudt. Ja, precies. Wat eigenlijk veel leuker is om te melden, we gaan binnenkort bijvoorbeeld op workation met mijn team. En we vorig jaar ook gedaan, hebben we alles van ARM naar Terraform omgebouwd. En dit jaar gaan we ook weer op workation. Dan gaan we kijken of dat we al onze spullenboel kunnen uitwijken naar een andere region in de cloud. Nou, dat soort dingen doen we ook. Cleanup Fest onlangs gehad, meer dan een ton bespaard aan shit die in de cloud aanstond. Wat allemaal iets meer uitkomt, dus nou ja, dat heeft hij allemaal mee te maken. Hoe dan ook, eerste overheidsinstantie van dit formaat die volledig in de publieke cloud draait. Dat is goed om te weten, wij zijn een overheidsorganisatie met BSN-nummers en we draaien dus volledig in de publieke cloud. Nou, ik zie jullie denken, jullie zitten nog niet in de BIOS, maar dat was 2 weken geleden wel. Maar waarom dan? Waarom zou je dat doen? Nou, goed om te weten, WeGoFrit die deed zijn ding. Was misschien wel een beetje in slaap gesust. Hè. We leveren waarde, hadden zo'n 26 releases per jaar, deden wat de steden ons vroegen. En uiteindelijk kwam daar ineens een onderzoek van Deloitte in eind 2019. En die zei, WeGoFrit is te duur en de markt kan hetzelfde. Nou, dat wil je natuurlijk niet horen. Dus dat is een beetje de trigger hiervan geweest. Eén stad is ook bijna vertrokken uit die coöperatie. Nou, daar had ik hier nu niet gestaan. Zo simpel is het ook. Dus eigenlijk was de hoofdreden geld. En uiteindelijk hebben ze dus gezegd, jullie moeten dit kunnen leveren voor de helft van het geld. Dus geen 36 miljoen, maar 18 miljoen per 2024. We moeten dus voor veel minder geld veel meer waarde gaan leveren. Nou, dat is op zich uitdagend. We hebben in die tussentijd een ander besturingsmodel gekregen. Dus vroeger zat de stad ook in het bestuur, waardoor we schizofrene besturing hadden. Dus aan de ene kant zeiden we, wij gaan dit doen. Dan zei de stad, wij zijn eigenaar, jullie gaan dat doen. Nou, dat werkt natuurlijk allemaal niet mee. 80 omgevingen, dus iedere stad had zo'n 15 tot 20 omgevingen. Uit het onderzoek hadden ze met onze conculega's gecheckt bij Pink en Centric. Daar kreeg je standaard 4 of 5 omgevingen. Nou, hè, dus dat zijn allemaal verklaringen waarom we ook duurder waren. Maar we hadden ook heel veel dingen gewoon echt, nou, die zeker een tandje minder konden. Uiteindelijk hebben we dus een roadmap opgesteld met een marktpartij, Expirit. Microsoft ook betrokken. En die roadmap is goedgekeurd en we hebben dus zo'n 3 jaar de tijd gekregen om die roadmap uit te voeren. En in die roadmap staat eigenlijk geen eigen datacenters meer voor de helft van het geld en volledig publieke cloud. Dat is even in een notendop wat erin staat. Nou, jullie mogen best weten dat toen ik dat te horen kreeg, zo'n 2,5, 3 jaar geleden, had ik last van cloud watervrees. En dat herkennen jullie misschien wel, beheerders, andere mensen die denken, holy shit, hoe zit het met mijn data? Cloud is toch super duur? Hoe kom ik door een bio-audit heen? Over de kosten heb ik geen controle, security, compliance, hoe dan? Nou, weet, cloud ligt niet. En dit is toch een partijtje fijn. Want ik heb eigenlijk nog nooit zoveel controle gehad over mijn compliance, security en over kosten. Aardig om te weten. Cloud watervrees, neem me mee naar iedereen die daar last van heeft.
traditionele organisatie. Nou, je ziet, drie leiders, manager dev, manager ops, regie, team managers, operation development, gescheiden. In ieder geval een traditionele organisatie waarbij alles gescheiden was. Nou, hoe is het nu? We hebben nu nog maar één leider in plaats van 2,5. We hebben 5 MT-leden, dat zijn leads, dus dat is een tech lead, een people and excellence lead en überhaupt een tribe lead, zoals dat heet. Een beetje gebaseerd op Spotify-model, kunnen we van alles van vinden. Zijn we ook half alweer van afgestapt, maar in ieder geval de benamingen zitten er nog in. Wat product owners, waar ik er één van ben, en wat ondersteuning. Uiteindelijk de belangrijkste mensen, daarom staan die nu ook bovenop. 80 plus engineers, cloud engineers en DevOps engineers. Wat we gedaan hebben, en dat is wel handig om te weten, er is een hele reorganisatie geweest. Dat was wel een organische reorganisatie, maar iedereen moest dus solliciteren op zijn nieuwe functie. Ik ook, ik was hiervoor teammanager en ben nu dus product owner. Het voordeel daarvan is dat je niet op vrijdagmiddag technisch beheerder bent en op maandagochtend cloud engineer of DevOps engineer. En er is eigenlijk geen reet veranderd. Je hebt echt moeite moeten doen om dus je nieuwe functie te kunnen bekleden. Waardoor je in één keer met best wel een groot deel van de organisatie in die andere mindset zit. Van oké, daar gaat hij wezenlijk iets veranderen. Nou, los daarvan hadden we ook in het MT iemand zitten dus vanuit die partnership. Dus we hadden echt tijdelijk een CTO. En die had dan weer 4 techneuten op strategische positie zitten om die teams mee te nemen in die cloud mindset. Wat gaat er allemaal veranderen? Gaat automatiseren, et cetera. Nou, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we dus veel meer logisch, zeg maar, naar gepland veranderen. Naar continu veranderen. Hè. Dus links zie je dus alle teams als silo's bij elkaar. En rechts zie je nu de verschillende bloedgroepen bij elkaar. Dat kon dus alleen maar door die reorganisatie. En dat is dus van dev en ops naar devops. Dat kennen jullie denk ik ook wel, de samensmelting. En het mooie van devops is dat aan de ene kant heb je dus dev, agile, scrum, sprints, sneller, waarde leveren. En aan de andere kant zit ops. En die zijn van de continuïteit. Nou, als iets botst, is het snel willen veranderen in combinatie met continuïteit. Dus dat gaat niet werken. Daar zit dus ook een muur tussen. Ik weet niet, maar mijn muur die zou normaal naar beneden moeten gaan. Er zit dus een muur tussen. En wat we gedaan hebben, is, dat is het belangrijkste, de continuïteit. Dus de ops mindset hebben we naar de devers gebracht, om het zo ook te zeggen. En de automation mindset naar de opsers. En dit is wezenlijk DevOps. En het is goed om te weten, voor alle bange beheerders, technisch beheer, is dat een dever vaak te makkelijk denkt over ops. En een opser, dus een technisch beheerder, een systeembeheerder, veel te moeilijk over dev. De gemiddelde technisch beheerder, VMware, Windows, noem maar op, had in een maandje of 4 kon die automatiseren. ARM templates, Terraform, geen probleem, hoppatee. Terwijl de gemiddelde dever, pentesten. Nou, hè, dus om maar even een verschil aan te geven, dat mindset is een stuk lastiger dan de harde techniek. Nou, hebben we nog een soort van mantra. En we hebben op een gegeven moment gezegd, we releasen 30 keer per dag. En dat doen we voor 200 gemeentes. Doen we niet, maar doordat je deze mantra, zeg maar, een soort alignment in de organisatie zegt, zeg je eigenlijk, we doen heel kort en iteratief, doen we opleveren. En in potentie maken we onze software voor 200 gemeentes. Dat houdt in, geen maatwerk meer. Dat is eigenlijk wat hier ook staat. Hè, dus doordat we dit op deze manier doen, weten de teams van, maatwerk kan niet meer, moet of een andere oplossing gaan verzinnen, of we doen het niet. Dus alle keuzes die we maken, moeten dus ook kunnen schalen in potentie naar 200 gemeentes. Daarnaast hebben we gezegd, we willen veel meer autoriteit. En eigenlijk vroeger wachten we altijd voor goedkeuring steden. Nu hebben we gewoon gezegd, wij kiezen de techniek, wij bepalen de MVP en tot nu toe werkt dat erg goed. Nou, dit is ook een mooie. Je hebt dus standaardisatie, dat is iedereen in pak. En je hebt uniformering, iedereen in hetzelfde pak. Wezenlijk verschil. Hier kan je zeggen, we willen, als je kijkt naar authentication, we staan OAuth toe, SAML, JWT tokens, etc. Uniformering is alleen OAuth. Wij hebben nu met de 4 steden gezegd, wij doen alleen OAuth. Wat inhoudt dat ik nog maar 1 manier van authenticeren heb met 4 steden ten opzichte van vroeger. Scheelt weer geld, scheelt weer beheer. Dus kies ook hier echt voor uniformisering in plaats van standaardisatie. Wordt nog wel eens door elkaar
gehaald. Agile Manifesto. Nou, dat kennen we denk ik allemaal. En wij hebben op een gegeven moment gezegd, vooral die werkende software boven allesomvattende documentatie, daar willen we vanaf. Kortom, geen dikke pakken papier meer om de toekomst te voorspellen. Het leuke hieraan is dus dat wij geen architecten meer hebben en geen projectleiders / projectmanagers. Dat is spannend, hè? Er zitten er ongetwijfeld een paar in de zaal. Die aandacht die heb ik nu te pakken. Waarom? Keuzes in de cloud zijn zelden in beton gegoten. Dus wij maken veel liever 10 snelle keuzes waarvan achteraf 2 fout. Dan 2 hele langzame met VSA's, haal deze, review rondes, waarvan dan 2 goed. En dat kan ook in de cloud, want je zit niet vast aan langdurige contracten. Dus wij hebben op een gegeven moment gezegd, ik hoef niet meer na te denken, vroeger dan wilde ik een nieuwe firewall. En dan had ik hele review rondes met een Palo Alto en een, noem eens op, wat heb je nog meer, FortiGate, noem maar op, die gingen we testen. Dan kwam er een plan uit en 6 maanden later hadden we een keuze gemaakt. Nu ga ik naar de marketplace, ik rol hem uit in mijn R&D-omgeving, ik test hem 1 week of 2, hij bevalt niet, ik gooi hem weg. Ik zit niet vast aan lange contracten en daarmee wisdom of the team en niet meer van de architect. Wezenlijk verschil ten opzichte van vroeger, maar nogmaals, omdat we in die cloud draaien. Nou, dit is denk ik de belangrijkste slide van heel de presentatie. Nou, kwartier. Aligned autonomy. Stel je voor, je hebt een rivierprobleem. Dus je moet de rivier over. En je hebt laag alignment en weinig autonomie. Lage autonomie, dan kijkt iedereen elkaar aan. Het zal wel. Ik weet niet wat we doen, maar naar het beste. Hoge alignment en laag autonomie is dus een architect. Die verzint, we hebben een rivierprobleem, bouw een boot. We stoppen er een projectleider op met wat mensen en gaat regenen. Weinig autonomie. Dan hebben we nog hoge autonomie en lage alignment. Hebben we ook nog een tijdje gezeten. Doel was uit die datacenters. En ondertussen waren teams bezig met functionaliteit bouwen. Kortom, ze droegen niet bij aan het doel. Maar dan zie je dus een PO die denkt, of een MT die denkt, ik hoop maar dat ze werken aan het rivierprobleem. En ondertussen zijn ze hele andere dingen aan het doen. Nou, waar wil je zitten? Rechtsboven. We hebben een rivierprobleem. Team, bedenk hoe. En het team, dat zijn er tenslotte 8, die denkt, een brug is een veel betere oplossing dan die boot die die ene architect gebouwd heeft. Nou, en hier zit onze enorme winst in, laat ik het zo zeggen. Want dan kan je naar teams die echt end-to-end verantwoordelijk zijn. Hè? Want die kan je dan ook verantwoordelijk stellen voor de keuzes die ze zelf gemaakt hebben. We kunnen zich niet meer verschuilen achter, oh, maar de architect zei dit. Belangrijkste slide dus, daar wil je zitten. Nou, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Hè. We hebben op een gegeven moment wel gezegd, daar moeten we het een en ander voor organiseren. En we hebben dus type 1 keuzes, die noemen we alignment. Dat is dus moeilijk te veranderen. Lees niet binnen één sprint. En we hebben type 2 keuzes, die zitten dus meer op de autonomiekant. En die zijn makkelijk te veranderen. Dus binnen één sprint kan je terugdraaien. Nou, je ziet het al, die hebben dus het mandaat door het team. De werkelijkheid ongeveer type 2, 80% van de keuzes. Dus in 80% van de keuzes in de cloud kan het team de keuze maken. En 20% is het management. Nou, wat zijn dan type 1 keuzes? Ontwikkeltaal. In welke cloud gaan we draaien? Wat is onze data exit strategie? En andersom, alles wat op de techradar staat is een type 2 keuze. Dat zal ik wel zeggen. Wat is dan de techradar? Dit is de techradar. Dit is dus een enorm stuk alignment. Ja, want wat je hier ziet is dus gebaseerd op architecturen, methodes, ondersteuning tools, infrastructuren en talen framework. Wat willen we dat je gebruikt? Is al goedgekeurd, groen. Wat willen we dat je gaat proberen, onderzoeken en waar willen we vanaf verminderen? Vaak achter die verminderen hangt nog een rationale, want daar krijg je de meeste discussies over. Want daar kom je aan mensen hun heilige huisjes. Dus vaak zitten achter verminder zit ook de uitleg waarom we er vanaf willen. Deze is later nog te zien, gewoon op techradar.wegovert.nl. Kan je hem gewoon bekijken. Is een open source template van Zalando. Die hebben we ook gewoon gejat. Staat op Git. En die hebben eigen kleurtjes en dingen gegeven. En eens in de maand komt het techradar teampje bijeen. Die is iedere keer verschillend. De enige vaste deelgenoten uiteraard onze techlead. En voor de rest komt iedereen daarbij zitten die iets wil veranderen of uitleg wil hebben, et cetera. En zo wordt het weer
van de teams en is het niet iets vanuit het management. Nou, hoe ziet dat eruit in de praktijk? Zo zie je het ook in Azure DevOps, zo ook vast in Jira zitten. Maar we hebben eigenlijk gezegd, tot op Epic niveau is dus autonomy en alles daarboven is die alignment. He, dus binnen een kwartaal bepaalt het team zelf en daarboven is dus meer strategie en is dus meer MT. Wat we ook gedaan hebben, normaal staat hier een plaatje van een BAMI-luik of een tolpoort. We hebben gekeken in heel het voortbrengingsproces, waar stokt het? Want als je die teams end-to-end verantwoordelijk wil maken, dan kan je dus, ja, dan wil je niet horen, ik wacht op. Je wacht hooguit op mensen binnen je eigen team. Maar eigenlijk buiten je eigen team hoor je niet meer te wachten op mensen. Denk aan change managers, incident managers, weet je, heel het e-tail, maar ook security, architecten, et cetera. Moet je dus niet meer op wachten. Alle keuzes moet je dus zelf kunnen maken. En we hebben dan op een gegeven moment ook gesteld dat, je build is run it, maar bij ons zijn dus niet de processen, maar de mensen het limiet in wat er mogelijk is. Nou, en als je er zo naar gaat kijken, kan je best het een en ander veranderen in je organisatie. Daarmee zeg ik niet dat we geen security meer doen, et cetera. Daar kom ik zo nog op. Maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij die teams. Cloud Leak niet hebben we gehad. Security bij ons is dus van allemaal. Dus niet iets van de CISO, is niet iets van de security engineers. Ieder team, alles wat ze maken, moeten ze security in meenemen. En dit is misschien wel het belangrijkste wat je heel vaak ziet, is dan komt er in één keer een exception, hè, die past niet in dit verhaal. Nou, dan wordt dat de nieuwe standaard. Ja, dat wil je niet, want dan ga je dus alles weer dichtzetten voor iets wat bijna nooit voorkomt. He, dus zorg ervoor dat, deny, hè, dus dat zou dan don't make exception the rule zijn. Dus deny lijkt vaak tot olifantenpaadjes, andere oplossingen om security heen. Kortom, doe een audit before deny. En don't make exception the rule. We hebben dan dus ook gezegd, audit en security kijken mee. Nou, wat je hier ziet is een aap op een, badmeesterstoel, een soort Baywatch idee, dat was dat erachter. Dus we hebben ook gezegd, security heeft bij ons een observerende rol, een badmeesterrol. Kortom, die kijkt mee en die grijpt in op het moment dat. En dat doet een badmeester in principe ook. Waarom? We hebben op een gegeven moment ook heel strak naar de bio gekeken. En als je ziet wat de bio daarin voorschrijft, je hebt verschillende niveaus natuurlijk, BBN 1, 2 en 3. 1 schrijft voor incidenteel voorleggen aan de CISO. 2 schrijf voor in het begin, geloof ik, ter consultatie voorleggen aan de CISO. En 3, BBN 3, dus dat is MIVD staatsgeheimen, die zegt echt dat je toestemming moet vragen aan de CISO. Wij waren zo ingericht dat we voor alles toestemming vroegen eigenlijk aan security. Het nadeel is dat, omdat security toen ook nog verantwoordelijk gesteld werd, gingen ze zich ook logisch zo gedragen. Dus als er een adviesvraag kwam bij security, dan gingen ze als een duikboot onder water. En een maand later kwam er een advies. Nu, binnen een dag, is er vaak hetzelfde advies. Waarom? Ze zijn niet meer verantwoordelijk. De teams zijn uiteindelijk verantwoordelijk. Wat doen ze met het advies van security? Nemen ze dat over? Of zeggen ze, daar gaan we niet mee aan de slag? Een heel mooi voorbeeld hierbij is trouwens een PO. Die vond het heel spannend dat ze ineens van security was. Terwijl, eigenlijk was ze dat altijd al, maar ze wist het niet. Hè, want ze kon zich weer verschuilen achter security. Dus die geven gevraagd en ongevraagd advies. Deze is ook mooi, daar zijn we ook vanaf. Een blameless cultuur. He, dus het wijzen naar elkaar, het ligt aan jou, het ligt aan je code. Nee, het ligt aan het netwerk. Doen we niet meer. Is heel makkelijk gezegd, hè, want niemand wil dit, maar het gebeurt wel. Heel dit verhaal met die reorganisatie, met end-to-end verantwoordelijkheid, zorgt ervoor dat je ook veel meer verantwoordelijkheid kan pakken. En als het dan niet werkt, ga je dus ook samen kijken hoe kan je het oplossen, in plaats van dat je het gewoon in een topdesk tool over de schutting naar de andere kant kan gooien. Ja, dus dit is wezenlijk anders dan vroeger. Echt een blameless cultuur waar fouten maken mag. We hebben zelfs wel eens blameless post-mortems gehad. Ze hadden een mega prio 1. Nou, dan gaan we kijken, wat kunnen we daarvan leren op een leuke manier. Niet op een wijzende manier, maar echt op een leuke manier. Nou, dan hebben we nog iets van Scrum. En Scrum, heel simpel moet bij ons, waar leiden tot werkplezier en waarde leveren. En hoe je het doet, doe je het. Dus een aardig voorbeeld is dat ik heb bijvoorbeeld helemaal geen Scrum Master. Waarom? Mijn team die bouwt en moet enablen, daar komt het op neer. Dus wij enablen ook de teams om gebruik te maken van de cloud.
En als zij dan iets hebben en ze kunnen die door en ik zeg ja, dan trek ik mijn sprint in, over 2 weken ben je de eerste. Dat kan eigenlijk niet, hè. Dus snel, wij laten best vaak dingen vallen wat we zelf bedacht hebben. Om dus andere teams weer te helpen zodat zij door kunnen in de cloud. En als je daar een Scrum Master bij zet, die wordt daar totaal ongelukkig van natuurlijk. Want ja die gaat wil dan naar Velocity en hoe kan het nou dat we het nooit halen. Terwijl wij zijn eigenlijk trots dat we het niet halen. Omdat we dan dus andere teams heel goed geholpen hebben in die cloud. Ander team werkt weer Kanban, et cetera. Het gaat er vooral om dat wij hebben gezegd van het is een middel en geen doel op zich, Scrum. Nou, vroeger hadden we hele OTA-DOPA-straten met allemaal verschillende rechten en rollen. En nu hebben we gewoon gezegd, wat is het verschil tussen non-prot en prot? Data en non-prot mag uitlekken. En non-prot heeft geen SLA. Heel simpel, heel plat gemaakt. Kortom, indien data niet mag uitlekken of je hebt een vorm van SLA nodig, is het automatisch prot. Dus als jij een test 4-omgeving hebt met productiedata, is het prot. Dan krijg je bij ons dus waarom ik moet met mijn team beter mijn best doen om prod-data te beveiligen samen met security. He? Dus dat is duurder, dat is lastiger, et cetera. Dus vandaar dat we gewoon die scheiding hebben gemaakt op non-prod en prod gebaseerd op de data en op een SLA. En want vroeger gaf ik ook high availability, zeg maar, garant, liep ik ook stand-by voor test 4 omgevingen zonder productiedata. Kost ook allemaal geld. Deze is ook heel leuk, want hier hebben we veruit het meest op bespaard, denk ik. Bouw conform je SLA. WeGoFrit heeft een SLA van 99,5% met de steden. En ik denk dat wij wel een SLA konden garanderen destijds van 5,9 zo'n beetje. Zo hadden we het gebouwd. Met hele synchrone metroclusters, eigen lichtapparatuur met glas en nou, tussen 2 datacenters. Je kan het zo gek niet verzinnen. Terwijl eigenlijk was dat helemaal niet nodig. We hadden namelijk vliegtuigen gebouwd, terwijl een auto voldeed. Nou, waarom? Een vliegtuig mag geen downtime hebben. Is full tolerant, 2 piloten, 2 motoren, die piloten die eten allebei wat anders, want een vliegtuig mag niet neerstorten. Een auto, ja, weet je wisselt de band, staat even stil, mag downtime hebben, is high available. Nou, we hadden een SLA van 1,5%, kortom, wij hoefden geen vliegtuigen te bouwen. Dat deden we wel. Ik denk dat zonder te overdrijven we zo 4, 5 miljoen bespaard hebben door hier heel kritisch naar te kijken, nu de cloud in te zetten, geen synchrone datareplicatie meer te hebben. Er wordt heel vaak gezegd, cloud is duurder. Dat klopt als je alles oppakt en daar neerzet. Maar als je anders ernaar gaat kijken, kan je echt immens veel besparen. Nou, wanneer moeten we dan aan de bak? Hè? Dus nou, uiteraard als het datacenter in de fik staat niet, dan kunnen we niet zo heel veel aan doen. Maar goed, wij moeten aan de bak. Op het moment dat er dus in een single availability zone een folder mee of een single resource uitvalt, dan moeten wij iets doen. En als ik mijn werk goed had gedaan, dan was die single resource al redundant, et cetera. Maar in dat geval volgen we dus het incidentproces. Nou, dan heb je nog een legal issue. Dus stel, we krijgen echt gezeik met Microsoft. Dan staat er in onze verwerkersovereenkomst, jullie hebben 90 dagen om uit de datacenters te vertrekken. Dat is één van onze redenen om voor Terraform te kiezen als automatiseringstaal. Omdat die redelijk cloud-agnostisch is. Wij draaien ook een deel in OC, in de Oracle Cloud. Ook die is even een redelijke Terraform-stack. Dus dat werkt, dat heeft in ieder geval bij ons deels meegewerkt aan de keuze. En bij ransomware is het zo dat, als je mij vraagt waar zie ik het grootste risico, is het ransomware trouwens. Wat we nu gaan doen is dus vanuit die OCI doen we een backup in Azure. Die zetten we op een storage account. En de storage account staat in warm mode. En dat staat voor write once, read many. En die encrypt je dan met je eigen sleutels. Nou, en het liefst test je dat ook nog eens in de maand. Hè? Maar dat is dus hoe we ransomware in ieder geval geprobeerd hebben om tegen te houden. En bij alle velen, global outage, regional outage en een core component, AAD of de network backbone, doen we helemaal niks. Dan wachten we gewoon. En het voordeel is, onze afnemers hebben daar waarschijnlijk ook last van, dus die zullen het ook begrijpen dat ze van ons geen RCA krijgen als het op nu.nl staat. Dat is echt een denkexercitie van, we zijn natuurlijk gewend om alles af te dekken en in te dekken en noem maar op. Terwijl, ja, weet je, in sommige gevallen kan je ook gewoon niks doen. Dus een stukje shared responsibility model zie je hier al terugkomen. Goed, bio. Waar staat de bio voor, weten we dat? Dat is helemaal goed. Wij hebben op een gegeven moment wel gezegd, dat staat voor bewust, ingewikkeld en onnodig. Niemand werd er vrolijk van over het algemeen. Je hebt er een paar, hè? Maar in ieder geval de techneuten die het moeten doen, die denken over het algemeen, hé, maar hoe dan? Allemaal dit soort vragen, dit is dan een Engels, hoor. Maar
Nou, je ziet dat maar eens sexy te maken. Dus uiteindelijk heeft Microsoft, en dat is wel heel fijn, en bio, thema clouddiensten, dat is trouwens een addendum op de bio, thema clouddiensten, die hebben zij geïmplementeerd. Of eigenlijk hebben ze daar een stukje code van gemaakt. Dus ze hebben Azure Policies vertaald naar biocontrols. Nou, die kan je dan weer, staat gewoon op GitHub ook, open source. Die kan je dan weer in je initiative hangen, binnen je tenant. En ik had het helemaal in het begin al over, ik heb nog nooit zoveel duidelijkheid gehad. Ik zie hier prachtig op welke control ik compliant ben en waar niet. En het mooie is, op het moment dat nu een collega van mij een VM-etje uitrolt en die vergeet daar een vulnerability assessment, zeg maar een antivirus op te zetten, popt dat gelijk op. Terwijl, ja, on-prem, dan kan het zomaar zijn dat ik er 4 maanden later met een beetje geluk een keer achterkom. Dit scheelt dus enorm. En nou ja, advies is dus ook als je in Azure, ik weet niet of het er ook voor AWS is of Google, maar implementeer die NLBO thema cloud dienst. Nou, daarover gesproken. Wat zegt die bio thema cloud diensten nog meer? Dus het is echt een addendum op de bio. Die zegt alle transport, al het verkeer in transport en rust, dus de data in rest en transport, zo moet ik het zeggen. Die moet je versleutelen met eigen keys, custom managed keys. Die zegt voor de rest, de data moet in Europa blijven. En je moet een data exit strategie hebben. Dus geen cloud exit strategie, maar een data exit strategie. Nou, ik zei het straks al even, wij werken met BBN2 gegevens. En nou, super catchy, maar inmiddels staat bio dus bij ons voor Bring It On. Dit herkennen jullie misschien ook wel. Want ja, wat gebeurt er, denken jullie hier rond november? Enig idee? De auditor komt eraan. Ja, dan gaan we als een gek weer heel het auditcircus tuigen we op. En dan gaan we weer screenshotjes maken. En dan, nou, dan zijn we weer compliant voor een jaar. En naarmate het jaar voordat, zwakt het weer af. Wat je wil, is continu compliant. Tussen de 90 en de 100%. Kortom, automatisch compliant. Hè? Automatiseer het. Shift left security wordt het ook wel genoemd. En dat houdt dus in je pipelines naar links brengen, incoden eerder in het proces. Dus zorg nou dat je de security en compliance al bij het design meeneemt. Kortom, mag ik echt niet meer klikken? Nee, mag niet. Dus echt pipelines en 100% automation. Wij zitten denk ik op 98%. Het enige wat bij ons nog niet werkt is het provisionen van nieuwe medewerkers die dan automatisch de juiste rechten krijgen. Dat gaat bij ons met het handje. Het voordeel van pipelines is ook, ik heb geen uitwijk meer. Ik zei er straks dat ik dat binnenkort ga testen met een workation, maar in principe kan ik nu niet uitwijken. Nou, klinkt misschien spannend, maar ja, aan de andere kant, iedere nacht draaien mijn infrastructurele pipelines, dat is dus gewoon code, en die checken de status. Wat nou als ik dit nu zou uitrollen? Is de werkelijkheid dan nog steeds hetzelfde als wat er in de code staat? En als dat niet het geval is, past die het aan. Want dan houdt het eigenlijk in dat iemand heeft zitten klikken in de portal en het niet in de code heeft aangepast. Kortom, dan brengt hij terug naar de desired state. En doordat mijn pipelines dus iedere nacht draaien, weet ik dat mijn infra super consistent is. En stel ik moet het in een andere availability zone uitrollen, dan zou dat dus gewoon kunnen. Technisch gezien. Deze is ook leuk. Theme backups maakten we vroeger van hele servers, alles erop en eraan. Nou, zijn we dus mee gestopt. Hoeft niet meer. We maken dus geen backup meer van infrastructurele componenten. We maken echt alleen nog maar een backup van data. Scheelt weer enorm in opslag, in storage en dat soort zaken. Ik zie dat. Nou, HubSpoke, heel snel. Misschien wel eens van gehoord. Meer technisch. Dus vooral voor de niet-techneuten, dit is een analogie die ik heel fijn vind. Vergelijk het HubSpoke-model met Schiphol. Je kan namelijk in de echte wereld ook niet van vliegtuig naar vliegtuig wandelen zonder via Schiphol te gaan. Dat is het Hub- en Spoke-model ook. Dus als jij van Spoke naar Spoke wil, moet je via de Hub. En vanuit de Hub heb je dan een connectie naar internet en naar on-prem. Maar al het verkeer wat dus zo loopt, moet dus via de Hub. En ik ben met mijn team verantwoordelijk voor die Hub, want daar draait een app gateway, de firewall, de connecties dus naar buiten. API management, Azure Kubernetes, waar dus ook Haven bij ons al een jaar of 3, 2,5 op draait. Dat draaien wij dus allemaal vanuit die hub. Ik ben er bijna. Shared responsibility. Ik vergelijk ons team dan ook wel eens met een Felix scooter. Waarom? Omdat een Felix scooter, als je die huurt, dan zorgt Felix voor de opgepompte banden en er zitten helmen bij. Kortom, zij zorgen voor een deel van de security. Het is vervolgens mijn verantwoordelijkheid dat ik die helm opzet en dat ik niet door rood rijd. Dus zo zie ik al mijn diensten die ik lever vanuit die hub.
is dus een stukje shared responsibility. Dus als je kijkt, we hebben eigenlijk drie lagen. Azure, platform team, dat ben ik. En dan dus de teams, de squads. En die hebben we verdeeld over drie pijlers. Nummer 1 is compliancy. Dus security en compliancy. Azure, die zorgt voor security van de cloud. Ik zorg met mijn team voor security en compliancy in de cloud. En de teams, die moeten zorgen voor security van de resources die zij weer in hun eigen subscription uitrollen. Dus dat is het shared responsibility model. En zo zie je dus ook dat security van iedereen is. En niet alleen van één team. Kosten, Azure die levert allerlei tools. Ik heb budgetting ingesteld met alerting. En ik lever wat rapportages aan finance. Maar in die end, de PO van die desbetreffende subscription is eindverantwoordelijk voor die kosten en moet het budget regelen. Nou, en als laatste de beschikbaarheid. Azure levert allerlei tools, in ons geval dus full domains, geo-redundant zones, et cetera. Ik zorg ervoor dat al mijn diensten die ik lever 4-9's hebben. En wat de teams er daarna mee doen, of wat voor resources zij inzetten, moeten zij natuurlijk uiteindelijk voor zorgen dat we niet onder die 99,5% komen. Nou, zo is dus de cirkel rond qua shared responsibility. Nog 2 slides, 3. Modernisering, want ja, uiteindelijk hadden we al lang in die cloud kunnen draaien. Als we niet veel te veel functionaliteit gebouwd hadden en veel te weinig technical depth weggewerkt. Waar zijn we mee bezig geweest? We zijn bezig geweest om alles van klikken naar Terraform te krijgen, dus naar code. Van server-client applicatie naar een volledige applicatie in een webapp. Van servers naar Kubernetes, waarbij bij die laatste trouwens nog aardig is om te melden. Omdat we nu een webapp hebben, kunnen we af van Citrix. Los van heel veel servers kunnen we ook af van Citrix. Hebben we dus ook niet meer. Alles gaat via de browser. Van server naar Kubernetes. Dus we draaien in containers. We hadden een autorisatiemanager. Hoe je mocht inloggen in de applicatie. Dat werd sinds 2016 al niet meer ondersteund door Microsoft. Nou, wij hadden dan toch. Is nu naar AppRoles in combinatie met Azure B2C. Nou, van de serverfacade naar API. Van .NET 4X naar .NET 7 en .NET Core. Kortom, het is veel meer dan alleen een migratie naar cloud. Als jij de boel wil oppakken en daar wil neerzetten, zou ik bijna willen zeggen, doe het niet. Want dan ben je inderdaad duurder uit en heb je helemaal niks van de benefits. Maar juist omdat we onze applicatie cloud ready gemaakt hebben. En in sommige gevallen zelfs cloud native. Kunnen we dus nu naar die cloud toe. Dus ja, waar staan we nu? We hebben de designfase natuurlijk gehad, testomgeving, productieomgeving. Nou, een goede testvraag. We hebben van de week dat klopt al niet meer. We hebben gisteravond productie voor het eerst live gebracht. Ik wou vragen aan jullie, we hebben de AC1 met productiedata live gebracht. Kortom, waar staan we? Dat is dus productie, omdat het productiedata is, ook al heette die de AC1. Maar goed, dus we starten net niet helemaal door, maar we starten dus waarschijnlijk februari met... 15 januari na die change freeze starten wij met het uitruimen van de fysieke datacenters. Goed, key takeaways. Het is echt een organisatie-effort met een reorganisatie erbij. Het is niet iets wat alleen van bovenaf, het is niet iets wat alleen van onderaf. Iedereen gaat hiermee te maken krijgen. Zorg ervoor dat je die andere mindset gaat krijgen. Blameless cultuur, fouten maken mag. Daarmee creëer je vertrouwen. Ik bedoel, als je wordt afgerekend voor ieder foutje, dan ga je nooit vertrouwen krijgen. Geen makies meer, dus geen bamiluiken, geen tolpoorten meer. Zorg ervoor dat die squads echt end-to-end verantwoordelijk kunnen zijn. En de laatste is dan, implementeer die aligned autonomy. Dus zorg ervoor dat die teams zelf die keuzes kunnen maken. Die weten veel meer dan de ene architect. En dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat je als team verantwoordelijk... Als een team die verantwoordelijk is voor hun eigen spullenboel met de voordelen die de cloud levert, echt heel snel waarde kan gaan leveren. Dus zeg het maar eens, overheid saai of toch niet?